spelen van computerspellen. Volgens de een verslavend, volgens de ander een onschuldig tijdverdrijf. Is gamen gevaarlijk voor kinderen of valt het allemaal best mee en is dat gewoon de moderne manier van een spelletje spelen? Nu live in Rondom 10 een discussie met gamers, ouders en gameverslaafden. Dames en heren, goedenavond. Kinderen die urenlang gamen achter de computer is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Maar wat zijn daarvan de gevolgen? Volgens recent onderzoek telt Nederland 12.000 gameverslaafde kinderen tussen de 13 en de 16 jaar. Ze kunnen dan eenzaam worden en ook gewelddadig gedrag gaan vertonen. De gamewereld zelf vindt dat het eigenlijk niet zo'n vaart loopt, want computerspelletjes zijn gewoon leuk. Is overmatig gamen een verslaving? Moeten er maatregelen tegen worden genomen? En welke rol spelen de ouders? Daar discussiëren we vanavond over. Thuis kunt u over het onderwerp twitteren. Doe dat dan met hashtag rondom 10. Er zijn hier natuurlijk ook kinderen die gamen, die meedoen. Sylvana, om met jou te beginnen. Wat speel jij? Team of Legends Forever. Wat is dat? Racespel. Een racespel. En ben je er goed in? Het ziet er heel professioneel uit, maar het is eigenlijk heel makkelijk te besturen. Okay, het is gewoon een kwestie van heel hard gaan. Ja. En hoe vaak doe je dat? Zelf doe ik dat 3 keer per dag. Maar meestal 1 stuk door. En wat als ze nou tegen je zeggen, je mag het een dag niet doen? Beetje chagrijnig, maar ik heb wel laptoptijden gekregen. Oké, dus je weet precies wanneer het wel en niet mag. Ja. Je mag, wat een luxe hè, de komende 40 minuten gewoon gaan spelen hier. Ja. Terwijl wij de uitzending hebben. En dan ben ik aan het eind wel benieuwd hoe ver je dan bent gekomen en wie je allemaal verslagen hebt. Komen we straks bij jou terug, ja? Ja. Steve, speel jij dat ook, racespelletjes? Nee. Nee? Wat doe jij dan? Ik speel Call of Duty Black Ops. En wat is dat? Dat is een schietspel. Dat is een schietspelletje. En is dat leuk? Ik vind het wel leuk, ja. Doe je dat ook vaak per dag? Maximaal 2 uurtjes per dag. 2 uurtjes per dag, oké. Okay. Maar wel met een tussenstop. Oh, wat moet je even plassen? Of wat nee, om gewoon even naar buiten te gaan. Of zo. Oh, oké, dat wel. Ja. Hoe is dat bij jou, Stan? Jij bent wat ouder. Steve is 12 en jij bent 14 jaar. Ja, dat klopt. Hoe lang speel jij al? Ja, gemiddeld 1 uurtje of 3 per dag wel, ja. Okay. Ja. En hoe lang al? Hoeveel jaar? Poeh, dat zal 1 jaartje of 2, 3 zijn, denk ik zo. Wat is er zo leuk aan? Ja, het is gewoon het omgaan met andere mensen. Dat is gewoon echt... Ja, bijvoorbeeld, je hebt mensen in China die spelen. Ja, dat is niet iedere dag dat je daarmee kan praten. Dat is heel speciaal. Ja. Want hoe gaat dat dan? Je zit achter je computer? Ja, en dan heb ik een headset en dan kan ik gewoon met die andere mensen praten. Okay. Terwijl je ook spelletjes aan het spelen bent? Ja, terwijl ik spellen aan het spelen ben, ja. Dat gaat allemaal via internet, hè? Ja, dat gaat allemaal via internet, ja. Dan kan je de andere kant van de wereld makkelijk bereiken. Ja. En vader Frans? Ja. Doe je wel eens mee? Nou, ik kijk wel eens mee, maar ik doe niet mee. Okay. Nee. Ja, mijn motoriek is niet zo goed als dat van die jonge mannen. Je kan hem eigenlijk niet bijhouden? Nee, absoluut niet. Nee. Wat vind je ervan als hij een paar uur per dag speelt? Nou, ik vind dat het onder controle is, dus ik vind het prima. Ja. En als je niet naar school hoeft, dan? Zit je dan veel achter de computer? Ja, ligt eraan of ik veel voor school aan het werken moet. Maar als ik niet hoef te werken voor school, ja, dan zit ik er wel veel achter. Ja. Hoeveel uur is dat dan? Ja, in het weekend soms wel 1 uurtje of 13 achter elkaar, ja. Achter elkaar? Ja. Okay. Maar dat vind je oké? Nee, dat vind ik te veel. Oh, dat vind je wel? Maar jij denkt Stan, ik doe het gewoon. Nee, niet echt, maar het ligt er gewoon aan als ik... Meestal zijn er ook gewoon vrienden bij me. En ja, is het ook, gaan we naar buiten of zo. Dus het niet, is niet dat ik alleen binnen zit, hoor. Okay. Ingo Mereboer. Ja, je bent wat ouder dan de jongeren hier. Een fervent gamer ook, 24 jaar. Ja. Wat speel jij zoal voor spellen? Voornamelijk schietspellen, strategy games en racespellen. En wat zijn strategy games? Strategy games, wat zijn dat? Spellen waar je van tevoren goed mee... Nee, wacht, dat is het ook niet. Waar je goed mee moet bedenken... Nee, wacht. Het zijn strategische spellen gewoon? Strategische spellen, inderdaad. Meer tactiek komt er tactiek, komt er bij kijken. Je moet goed bij bedenken van dat je... Oh
god, ik kom niet goed op het woord. Ja, normaal doe je het ook gewoon, hè? Dan hoef je het niet uit te leggen. Dan zit je gewoon achter je computer. Wij zijn ook bij jou geweest van de week toen jij in jouw eigen gamehok en aan het gamen was. Dus laten we even gaan kijken hoe het daar is. Is goed. Oh, ik vind je wel, ja? Wat dan? Hier is niks, hè? Ja. Oh, Immortal, pak die Immortal eruit, hè? Pak die Immortal. First one, wicked sick. De monster kill, die kregen we mee. Jij was degene die zat te roken, hè? Het groene shirt die je aan had. Wij waren daar om een uur of 10 s'avonds dat we zijn geweest. Inderdaad. Tot hoe lang heb jij doorgespeeld? Ik heb daar toen tot 9:30 ochtends doorgespeeld. Oh. Hoe doe je dat dan? Nou, officieel sluit de tent om 4:00, maar ik mag af en toe wel eens wat langer blijven. Dus dan blijven we wel langer doorgaan. Hoe gaat dat dan? Hoe bedoel je, hoe gaat dat dan? Dan moet je niet eten of plassen. Oh ja, zeker wel. Natuurlijk zijn er wc's, maar je kan ook via internet bestellen we dan gewoon eten. Of tenminste, er zijn een aantal bezorgdiensten die dan gewoon daar aan de deur eten verzorgen. Okay. Er zitten wat mensen te lachen. Begrijp je dat? Ja, ik kan me best voorstellen. Ik denk dat ik ook een beetje een extreem geval ben van gameverslaafd. Heb je dan niks anders te doen? Heb ik dan niks anders te doen? Jawel, maar het is gewoon een hobby die ik te vaak doe en te leuk vind. Ja, het is... Het is jouw tijdverdrijf. Het is mijn tijdverdrijf, inderdaad. Jeroen Lemmens, jij bent gameonderzoeker. We hebben eerder onderzoek gehad, hè? 12.000 gameverslaafde kinderen. Jij hebt eerder nog onderzoek gedaan. Wanneer is iemand nou verslaafd? Ja, zoals deze jongen achter mij ook al zegt, je spendeert natuurlijk verschrikkelijk veel tijd aan het spelen van videogames. Maar tijd alleen is niet kan een indicatie zijn van verslaving, maar het is niet de maatstaf. Je moet obsessief met games bezig zijn en het moet zo erg worden dat het problemen, sociale of emotionele problemen veroorzaakt. En dat je ondanks die problemen je gamegebruik toch niet kan controleren. En over hoeveel jongeren hebben wij het dan in Nederland? Want jij gaat nog een stap verder dan die 12.000, hè? Ik heb zelf nooit meer gezegd, maar dat hebben andere mensen voor me uitgerekend. Er komen uit op ongeveer 2-4% van de jongens in Nederland. Dat zijn dus ongeveer 15.000 jongens zouden dat zijn. Maar nogmaals, het is nog geen officiële diagnose. En wij hebben vragenlijsten afgenomen. En aan de hand van een vragenlijst kun je misschien ook niet zeggen of iemand verslaafd is. Nee. Wordt het ook door meisjes gedaan of alleen voornamelijk jongens? Bij alle verslaafden die wij als verslaafden dan hebben bestempeld... Geen klinische diagnose natuurlijk. Er staat één meisje. En dat waren... Hebben jongens meer kans om verslaafd te worden? Aan videogames, ja. Okay. Ja, absoluut.